In alle gangen kan je schakelen. Dat wordt ook in bijna elke proef gevraagd. Denk maar aan middenstap, middendraf en middengalop en alle uitgestrekte gangen. Je moet daarbij steeds even een grotere pas vragen van je paard en die daarna weer kleiner maken. Schakelen is dus essentieel. Je wil dat je paard remt en doorgaat als jij het vraagt. Daarbij is het belangrijk dat je paard wel hetzelfde ritme behoudt. Hij mag niet trager gaan als je opvangt, maar moet een kleinere pas maken. En als je naar voren rijdt, moet hij net een grotere pas maken zonder te versnellen. In dit filmpje toon ik hoe ik schakel in stap. Ik ben begonnen met een aantal keren op te vangen en Obi kleiner te laten stappen om daarna weer naar een middenstap te rijden. Nu vraag ik hem nog iets groter te gaan stappen. Hierbij geef ik hem ook de ruimte om zijn hals op lengte te brengen en zo goed door zijn hele lichaam te bewegen. Als ik hem daarna weer opvang, vraag ik hem weer korter en meer bovenin te gaan stappen. Hier zie je dat ik rustig mijn teugels korter maak en hem opvang. Ik blijf hem niet vasthouden in die meer verzamelde stap. Hij moet zelf bij mij blijven. Om te testen of hij goed bij mij blijft zonder dat ik moet blijven remmen, ontspan ik mijn hand en arm. In het filmpje zet ik mijn hand ook echt naar voren om te tonen dat ik niet blijf vasthouden. Dat kan je af en toe als extra test doen, maar op zich is gewoon je hand en arm ontspannen voldoende. Let op dat wanneer je doorrijdt, je je paard ook niet blijft helpen met je been. Hij moet meteen op je been reageren en anders mag je even wat strenger zijn. Eigenlijk zou je daarna ook geen been meer nodig moeten hebben, tenzij je eventueel een nog grotere pas wil vragen. Maar ik wil mijn paard niet in gang moeten houden. Merk je dat je paard toch wat onoplettend wordt? Probeer dan korte stukken en snel achter elkaar te schakelen, zodat hij beter op jou gaat letten en elk moment verwacht iets te moeten gaan doen. Ik schakel steeds op beide kanten een aantal keer en varieer ook de lengte van de stukken verruimen en verzamelen, zodat mijn paard daar niet op kan gaan anticiperen en op den duur zelf na dat vast aantal passen terugkomt of doorloopt. Schakelen kan ook in wendingen en oefeningen. Wees creatief en wissel af.